feedback geven. Er gelden een aantal regels voor het geven van feedback. De manier waarop je feedback geeft is belangrijk, maar zeker ook de inhoud van je boodschap. Hey Julia! Hey, hoe is het? Hey, goed. En met jou? Ja, goed. Ja. Nou, fijn. Even een vraagje. Je hebt gisteren afgesloten, toch? Ja, klopt. Ja. Nou, er is iets niet helemaal goed gegaan met het afsluiten. Oh. Dus ik dacht, ik kom daar meteen even op terug. Wacht niet te lang met feedback geven. Wissel positief en negatief met elkaar af. Ja. En het afsluiten zelf was helemaal goed gegaan. Oh, lichten stonden uit, alarm zat op, deur was op slot. Geef feedback door middel van een ik-boodschap. Beschrijf duidelijk over welk gedrag je feedback geeft en vertel zo kort mogelijk waar het om gaat. Alleen, ik vond dat de winkel erg rommelig was achtergelaten. En dan het belangrijkste, het geld zat niet in de kluis, zat ook in de kassalade. En dat is natuurlijk niet veilig. Let op non-verbaal gedrag. Oh, echt? En volgens mij was je ook vergeten te stofzuigen. Sorry. Ik ben het helemaal vergeten. Kan gebeuren. Als je er volgende keer op let, dat je goed alles opruimt voordat je gaat afsluiten. Vertel jouw gevoel erbij. Het is voor mij ook niet fijn als ik hier binnenkom en ik nog eerst van alles moet opruimen. En het belangrijkste, de kassalade moet echt in de kluis. Ja, natuurlijk. Sorry. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik ben heel gehaast weggegaan. Doe een verbetervoorstel en leg dit uit. Houd altijd rekening met wat de ander kan verdragen. Kan gebeuren. Jij moet morgen ook afsluiten, toch? Ja, zeker. Klopt. Zullen we dan vanavond even alles doornemen, zodat je goed op weet waar je op moet letten voordat je het gaat afsluiten? Heel fijn. Want dan kan ik extra letten op de dingen die ik nu verkeerd heb gedaan. Dan kan ik dat gelijk goed oppakken. Ja, precies. Ja. Nou, helemaal goed. Het kan iedereen overkomen. Ja. Zullen we dan aan de slag gaan? Ga jij nog even stofzuigen? Ja, yes, yes. Top. Okay. Gaan we aan het werk. Ja. De regels voor feedback geven nog eens samengevat. 1. Beschrijf duidelijk over welk gedrag jij feedback geeft. 2. Geef feedback door middel van een ik-boodschap. 3. Wacht niet te lang met feedback geven. 4. Wissel positief en negatief met elkaar af. 5. Vertel jouw gevoel erbij. 6. Doe een verbetervoorstel en leg dit uit. 7. Let op non-verbaal gedrag. 8. Vertel zo kort mogelijk waar het om gaat. 9. Houd rekening met wat de ander kan verdragen.